meedoet samen met een aantal klasgenootjes uit groep 7 mee met de First Lego League. Tijdens dit toernooi strijdt hun Lego Mindstorms robot tegen andere Lego robots. Zijn team heeft de afgelopen maanden de robot zelf gebouwd en geprogrammeerd om allerlei missies uit te voeren, zoals het openklappen van een deur of het scoren van een goal. Gedurende de dag ziet Kenny hoe de robots van andere teams werken en dit stelt hem weer in staat om verbeteringen door te voeren in zijn eigen robot. Aan het eind van de dag wint Kenny met zijn team de Champions Trophy. Kinderen worden steeds meer gestimuleerd om te begrijpen hoe technologie werkt. Het onderwerp wetenschap en technologie staat steeds prominenter op de onderwijsagenda. Dit stelt scholen in staat om onderwerpen zoals aanvankelijk programmeren en robotica op te nemen in het curriculum. Deze stroming grijpt terug op het concept dat kinderen vanuit verwondering leren en dat zij leren door te maken, creëren en uit te vinden in de echte wereld. Al eind jaren 60 verkondigde Seymour Papert dat computers kinderen kunnen helpen leren en hun creativiteit kunnen vergroten. Papert's ideeën werden destijds nogal sceptisch ontvangen, immers betaalbare persoonlijke computers waren in de jaren 60 nog science fiction. Maar zijn onderzoek leidde tot veel interessante ontwikkelingen. In zijn laboratorium kregen kinderen de kans om voor het eerst met behulp van een computer te leren schrijven en afbeeldingen te creëren. Ook de programmeertaal, logo en de bijbehorende robotturtle zijn daar bijvoorbeeld ontwikkeld. Op basis van zijn ervaringen in het lab heeft Papert een leertheorie ontwikkeld die voortborduurt op het constructivisme, namelijk het constructionisme. Het constructivisme is een leertheorie die ervan uitgaat dat mensen actief nieuwe kennis construeren door nieuwe ervaringen te combineren met datgene wat ze al weten. Het constructivisme stelt dat kennis zich niet laat overdragen naar de lerende, maar dat deze zich opbouwt in het hoofd van de lerende. We ontwikkelen allerlei mentale modellen en regels om betekenis te geven aan onze ervaringen. Dit persoonlijke proces ligt ten grondslag aan alle leren. Als je denkt dat volgens het constructivisme het leren een individuele aangelegenheid is, dan heb je het mis. Leren gebeurt juist vaak in een sociale context. Met anderen praten en samenwerken is een van de beste manieren om nieuwe kennis te vergaren. Het constructionisme pleit voor ontwerpend leren, ook gebaseerd op eerdere kennis en ervaringen. Het constructionisme beaamt dat nieuwe kennis zich niet laat overdragen, maar deze leertheorie neemt het constructivisme een stap verder, in de richting van het ondernemen van actie. Hoewel het leren zelf in het hoofd gebeurt, leert de lerende beter als hij een betekenisvolle activiteit in de echte wereld uitvoert. Dit maakt het leren zowel tastbaar als deelbaar. En voorbeelden van zo'n deelbare constructie zijn bijvoorbeeld een vogelhuisje, een gedicht, of het bouwen en programmeren van een robot. Deze leertheorie gaat verder dan alleen lekker knutselen. Het feit dat een activiteit betekenisvol moet zijn, erkent dat de drive om iets te willen maken niet voorkomt vanuit een opgelegde opdracht, maar vanuit intrinsieke motivatie. Het constructionisme ziet leervragen zoals hoe kan ik mijn fiets sneller maken, of hoe kan ik het voer voor mijn goudvis verbeteren, als geldige uitgangspunten om te leren, en levert waarschijnlijk betere criteria op dan wanneer een leerkracht deze voorkoudt. Het constructionisme probeert leerlingen zelf sturing te laten geven aan datgene wat ze willen leren. En ze zijn daarbij vrij om gebruik te maken van alle middelen die ze maar kunnen bedenken om zichzelf uit te dagen en nieuwe dingen te leren. Het constructionisme pleit ervoor om leerlingen voldoende tijd, ruimte en middelen te geven om hun ideeën uit te denken, te ontwikkelen, te maken, te testen en te verbeteren. Eigenlijk precies zoals het creatieve proces ook in het echte leven werkt. Maar let op, het constructionisme is een leertheorie, oftewel een visie over hoe je leert. Het is geen curriculum, er zijn geen concrete leerlijnen en er zijn geen uitgewerkte lessen. Als je als leerkracht hiermee aan de slag wil, dan zal je je moeten verdiepen in concrete mogelijkheden. Maar je hoeft zeker geen raketgeleerde of wetenschapper te zijn. Zoals Seymour Papert al stelde, de rol van de leerkracht is om de condities te creëren om tot uitvinden te komen. Niet om kant-en-klare kennis over te dragen.